boodschapjes. Het is echt super lekker weer. En hoi allemaal, het is vandaag donderdag. Ik ben net wakker. Het is 10:50. En ik ga nu even ontbijten en alles. En dan ga ik me klaarmaken voor vandaag. En dan ga ik eerst sporten. En daarna moet ik echt nog heel veel dingetjes doen. Maar dat vertel ik dan wel. En ja, we gaan nu eerst even lekker ontbijten. Dat is echt belangrijk. Zo, mijn make-upje zit erop. Ik heb die klemmetjes, doe ik heel even uit. En dan ga ik nu even kijken of dat ik nog een beetje kleur bij moet doen. Filmen. Ja jongens, mijn camera is er overal bij. Ik heb hooikoorts, dus ik doe om druppelen. Om de zoveel uur. Ja. Dat is het. En ik moet even wat vinden waar ik mijn camera mee bezig kan pakken. Want ik tril heel erg, dus dat vind ik niet fijn. Ja mensen, ik wil nog even wat meedelen, dat was ik vergeten te vertellen, maar ik heb zaterdag een baby shower, echt super leuk. Dus daar moet ik ook even kleding voor klaarleggen. Echt, ik vind baby showers zo leuk. Gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk als iemand zwanger is. Dus ja, dat is gewoon echt leuk. En daar moet ik even de tas voor inpakken en dan moet ik nog even foto's maken voor promotie en... zonnebrillen. En dan moet ik nog naar de winkel. En mijn kamer opruimen. Ja, moet er ook bij. Maar ik ga nu eerst sporten. Dus ja, dat ga ik nu eerst doen. En dan zien jullie mij weer terug in de building. Ik ga dit super schattige jurkje aantrekken. En dan ga ik eventjes die zonnebrillen promoten. Gewoon in mijn achtertuin. Want ja... waarom niet? Sabri, hey, Oladio. Ik heb hier echt heel veel zin in. Die rubbel! Nee, dit is lekker. Zo, ik zit op de fiets. Ik ben echt lekker weer zo ver. Van 9:45 tot 10:00. Het is 10:30. Ik stond allemaal te lullen in de stad. Ik heb hier een rituals pakket. Even mijn schoonmoeder en even mijn oma. Die ga ik nu even afgooien. Ik ben net klaar met sporten. Ik ga heel even snel een jurkje aandoen, want het is zo een jurk. Ik ga een jurkje aandoen, want het is echt benauwd. Lekker de boodschapjes. Heb je gehaald? Wat is dit? Of wat? Oh, biefstuk. Mijn vader op de gemeente. Oh, lekker. We hebben net boodschappen gedaan, maar mensen, het was zo druk in de winkels. Omdat het natuurlijk gisteren hemelvaart is geweest. Dus ja, er zijn heel veel winkels dicht geweest. Ik ga dadelijk naar Jason toe. Dan ga ik lekker even chillen, even rustig gaan doen. Ik weet nog niet precies de planning, want we zouden naar het Food Truck Festival gaan. Maar we gaan waarschijnlijk toch zondag. Dus ja, want het is gewoon super druk. En ja, het is gewoon ik vind het gewoon te warm. Ja, ik vind het gewoon warm om nu naar het Food Truck Festival te gaan. En duur, maar ja... Dus de laatste tijd heb ik echt iets met cadeautjes geven, jongens. Dat heb ik echt vroeger nooit. Nu vind ik cadeautjes geven echt super leuk. Dit is het cadeau. Cadeau. Horen jullie dat, jongens? Wat Jason ook nog zelf zien. Ah, die vind ik wel lief, eentjes. Zwanen niet, die vind ik eng. Niet doen, dat is zielig. Nee, nooit hoor. Lijf is een bitch. Ik heb hooikoorts, mensen. En ik kan niet in de zon kijken. Ik weet niet, ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Maar, ja. Ik wil gewoon hardlopen, maar laat het maar zitten. Ik ga druppelen, dat ga ik doen. En douchen. Ik ga nu even lekker douchen, maar ik heb echt een beetje het idee dat ik een beetje ziek word. Want ik voel me echt niet goed. En misselijk en zo. En pijn in mijn buik, ik weet het niet. Gewoon echt, ik voel me gewoon een beetje raar. Maar goed.
Okay, ik had dus helemaal geen conditioner meer, zei ik net. Maar ik heb zoveel geluk, want ik kwam erachter dat ik nog pakken haarverf heb van blond. Maar ik wil nooit meer van mijn leven blond, denk ik. Weet ik niet. Maar ik vind blond niet echt mooi. Ik hou niet echt meer van blond. Dat, ik weet niet. Ik vind bruin maar beter staan. Dus, maar daar had ik dus deze in gevonden. Van Sios Leitner. Had ik conditioner gevonden. Dus ik heb een zakje. Het is wel weinig. Maar dan kan ik in ieder geval de puntjes pakken die ik nodig heb. Dus dat ga ik even doen. Daarna ga ik lekker in bed liggen. Vlog editen, denk ik. Of vlogs bekijken. Of slapen en tot rust komen. Want ik weet niet hoe ik me voel. Dus ik hoop dat ik me morgen goed voel. En ja, tot morgen dan maar. Dit is trouwens wat ik aan heb. Setje van Shine. Ik vind het toch echt raar zonder wimpers. Ik vind het lelijk of zo. Ik weet het niet. Kaal. Maar goed, dit heb ik aan. Ja. Mijn haar moet even opdrogen nog. Dit is echt ellendig. Maar goed. Mijn zus is ook gearriveerd. Dus dan gaan we zo die kant op. Nou, we zijn er. De prachtige tuin. Ja, ik weet niet of het de tuin heet, maar... De prachtige tuin. Een soort campingachtig. Oh god. Puntje. Hey hond. Hallo. Hi. Nou, dus we gaan nu naar de baby shower. En dan, ja, het is prachtig weer. De zon schijnt op de poriën. En dan, ja. Chippy even. Ja, maar die zijn ook lekker. Oh, wat leuk. Kijk, hoe lekker. In de bom. We hebben een super... Wil je er wel op? Doe maar, ja, wij maken het niet uit. Je staat er al volgens mij op, heel vaak. Maar we hebben een lekker red velvet en een lolly. En doen we zo? Mijn kroon er al. Nou, het was echt super. Super, super gezellig. En ik ga nu omkleden thuis en dan ga ik werken. Want bah, dat moet ook gebeuren. En het is echt super lekker weer. Dus het was echt super, 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 super. Allemaal super. En dat zie ik er trouwens uit. Maar ja. Ja. Dus ik ga nu richting huis. Man, man, man. Wat een stelletje. Hallo? Stelletjes. Hallo. Ja, hallo. Als je nou iets te binnen schiet morgen. Ja, jongens, dit is de enige echte. Hij doet het niet Europa, mee. Blijf niet tot dit dood. Ik vind het niet leuk. Europa, pa. Ik ben al eventjes thuis en ik ga heerlijk mijn gezicht. Mijn make-up eraf halen. Het is inmiddels 11:30. Ik heb mijn kamer een beetje opgeruimd. Even spulletje klaargelegd voor morgen. Morgen heb ik een barbecue bij mij thuis gewoon. En morgen is het moederdag. Maar mijn moeder is overleden, dus ik doe daar niet zoveel mee. Ja. Kijk hoe ik eruit zie. Dit is altijd zo lekker. Dus we wouden misschien nog naar het food truck festival. Maar even kijken hoe en wat en wanneer en ja, wat er te doen valt, zeg maar. Misschien blijf je wel gewoon bij mij zitten, ik weet niet. Ik ga lekker chillen. Jason haalt mij vannacht op, na zijn dag toe. Vandaag deze body aan met deze leren kort broekje. En ja, het is body. Dus hier dichtknopen. En ik heb zo meteen barbecue. En ja, het is echt super lekker weer. Ik heb geen spijt dat ik dit aan heb getrokken, want het is echt super warm. Nou, we zijn nu eventjes tanken en dan gaan we daarna richting mij. Gaan we babykuren. Gourmet-achtig.
Het is echt super lekker weer. Jace, je vindt het ook lekker weer, hè? Het is echt super lekker weer. En het is gewoon lekker, echt een goede temperatuur. Ik heb, ben echt blij. Ik heb echt mijn outfit. Ik heb mijn outfit goed uitgerekend. Want ja, het is gewoon echt lekker weer. Echt bizar. Ik word er echt vrolijk van. Kijk. Het mooie herwijnen. We gaan nou. Hè? Is het duur? Tank is duur. 15. Per liter. Per liter? Ja. Het is gewoon hetzelfde als een fles cola. Oh mijn god. Maar ik denk niet zoveel. Ik heb geen zin in. Jason heeft dadelijk nachtdienst. Die heeft 3 nachtdiensten achter elkaar gehad. Dus die is helemaal kapot. Ik kon vannacht ook niet slapen. Dus hij ging mij lekker. Vanmorgen ging hij mij lekker irriteren tot 9:30. Dat ik wakker moest blijven en zo. Nee, maar goed. Ja. Sun is shining out the blue sky. Ah, zo. Deze komkommer proeft echt chemisch. Ik weet niet waarom. Maar ja. Gourmetspulletjes. Bananenplant overleden. Daar komt hij wel uit. Kijk. Daar komt hij wel uit. Dus we hebben verse bananen. Ja, even doorhalen en dan was hij door. Ja. Ik heb een muggenbult hier. Het lijkt wel een bicep. Maar kijk jongens, het is gewoon een muggenbult en ik heb muggenallergie. Je kan het niet zo heel goed zien, maar dit is het voetdrukfestival. Veel te duur om heen te gaan jongens. Spaar liever voor een huis. Voor meubels, voor je toekomst. Nee, grapje, is hartstikke gezellig hoor. Nou mensen, ik ben weer terug. Ik moest heel even naar Jason zijn werk. Want die was zijn eten vergeten, hè, bij mij. Dus dat heb ik even gebracht op de fiets. Maar ik krijg allemaal van die vieze beesten overal in mijn ogen, in mijn gezicht. Echt bleh. Maar ik ga hier bij de vlog afsluiten van het weekend. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke vlog vonden. Ja, ik heb best wel de baby shower vond ik echt super leuk in ieder geval. En ook leuk om te vloggen. Dus ja. Ik ga nu even lekker een douche pakken. Want ik moet morgenochtend weer vroeg werken. Ja. En dan ga ik lekker even mijn gezicht schoonmaken. Oh, dat is, daar verlang ik al zo naar. Ik heb haar in mijn mond. Maar goed, ik ga even douchen. En dan ga ik lekker in bed liggen. Mijn telefoon gaf aan dat hij leeg was. Maar vlog editen en mijn telefoon opladen. Dat is goed, hè. Dus bedankt voor het kijken. Abonneren zal leuk zijn. En tot de volgende vlog. Bye.